Hallo Back Legion en welkom bij weer een nieuwe part van Lost Planet 3. Ik pak even snel energy en shit op. De game die probeert mij te vernachelen. Specialized component. Ammo. En er zat er een monster in de dingen, gezellig. Maar dit is de armory. En wat wij hier allemaal kunnen doen, ik heb geen idee. We hebben daar alleen de eerlijke kennis, dacht ik. Of heb ik die mensen opgepakt? Die heb ik mensen opgepakt. Never mind. We gaan naar buiten, waar hopelijk nou geen monsters meer zijn. Nee, dank u. Waarom moet deze entrance repairen namelijk? En ik ben al even de armory ingelopen om even te kijken. Mooi. Dat is de voordeur. Wij moesten vier beneden en we zijn klaar. Yay! Nou kunnen de Forgotten namelijk naar de armory toe waar ze graag naartoe wouden. Of wilden, hoe je het noemen. En dat was de bedoeling, dus we zijn klaar. We mogen nu eindelijk andere dingen gaan doen, hoop ik. Oh, dat is snel. We zijn al gewoon hier bij de voordeur. Hallo. Het ziet er allemaal positief uit. Iedereen is heel vrolijk. Niet dus. Ik heb geen map, ik heb niks. What the fuck is er aan de hand? It's done. The armory is open. Try not to make me regret arming you to the teeth. Jim, I do not know what to say. You have repaid your life debt 100-fold. Please accept this inadequate gift of thanks. It is a magnetic upgrade to your grappling. Ah, mooi, dat ding moest ik hebben. Select magnetized metal objects. It will give you access to previously inaccessible areas. Dank u. I found it invaluable in my first colony explorations. Thanks. I can see that coming in handy. There is a magnetized plate nearby if you would like to test it out. There is even something there you might find valuable. Also, my father is in that area tending the greenhouse. He desires to speak with you. Okay. Will do, Mira. Gaan we daarheen? Dat is die kant weer op, als goed is. Oh nee. Oh. God damn it, dacht ik eindelijk hier maar de weg te weten. Oh, heb jij nog iets voor mij? Ja, dat heb jij. De pik natuurlijk, maar dat boeide me niet zoveel. Nemen wij de peek mee? Ja, waarom niet? Confirm. Piggy! Piggy! Stock upgrade hebben we nog niet genoeg cash voor. I'll have it stowed and waiting in your munitions locker. Dank u. Even kijken, we gaan in plaats van de shotgun nemen we de piggy mee. En in plaats van dat nemen wij de... Nee, de Valkyrie niet. Die, dat zal zorgen mee. Dat blijft echt nog steeds mijn favoriete wapen. Assault Rifle. Dat blijft echt mijn favoriete wapen. Die is tenminste een beetje snel vandaag. Ja, dat vind ik wel chill. Ah, kijk. De greenhouse. Dit doet me echt denken aan Dead Space 3. Dat is ook van die greenhouses met al die monsters erin. De necromorphs. Hallo. You have done much good for Mira, for my people. But now I must ask for your indulgence. If you would aid an old man needful of closure, yeah. In the buried past, amidst the chaos of frenzy, many friends were lost, some known, but others, fates were unaccounted for, mysteries that haunt me, unanswered questions, inaccessible answers. Go where I may not, uncover what you can of four colonists. Set my mind at rest and faithfully I will share great teachings with you. Dus we moeten vier live vinden. Vier dode mensen inmiddels, neem ik aan. Oké, okay, tell me waar ik heen moet. Mooie greenhouse. When you are ready to return to your base, meet me outside our camp. And I will show you home. Rendezvous with Myra. Okay.
Ah, echt home. Terug naar de dinges toe. Aan de ene kant vind ik het hier wel chill. Om ik zei, ik zit liever hier dan boven. Hier hebben we tenminste geen last van die fucking stormen. Alleen wat equip, maar ja. Is dat alle zes? Wat is nou onze secondary missie dan? Staat hier ertussen? Al die fucking weapons. We hebben er nog twee locked. Nee, drie. Nog één type frag grenade. Player upgrade. Rig upgrade, dat is echt niet veel van. Audio logs, zegt. Ton, text logs, ook aardig wat. Oh, ik ga het eerst bekijken, denk ik. Die, ja. Dat wil ik graag doen. En die wil ik eigenlijk ook doen, die lui opzoeken even. Dus ik wil niet rendezvous buiten de base. To be honest. Moet ik nu in de base? What the fuck? Waarom heb ik die dingen niet gezien bij haar pa dan? In de greenhouse, what the fuck is dat ding? Nog zo blind? Oh, daar. Wat is dat? Oeh. Was dat? Audiolog. Don't care. Was dat? No turning back now. Specialized component. I drew him out, and I let him glimpse me at the relay station. If fortune favors my enterprise, his curiosity will lead him to the truth. After that, dat is Myra voor de duidelijkheid. Als Mario als audiolog was dat. Met de relay station. Oké, nou dat hebben we gedaan. Hebben we nog meer side missies? Ja. Waar de fuck moet ik dat doen dan? A current objective. Use magnetic grappling hook. Oh my god, game. Ah, fuck it dan. Dan gaan we gewoon een missie doen. Fuck it. Return to Coronis. Maar ja, aan de ene kant wil ik dus helemaal niet terug naar Coronis. En ik ben echt benieuwd wat ze gaan zeggen. Want ik ben 2 weken weg geweest, een beetje, denk ik. Het was 12 dagen of 13 dagen of zo. Het zullen nu wel inmiddels wel iets meer zijn zelfs. Ik ben benieuwd. Ga je mee in de rig of wat wil jij? Jij loopt tegen mijn rig aan. Sorry, so ah ja, zo mee in de rig. Wasn't really meant for passengers. I'm trying not to make this awkward. Pardon me. Comfortable? Zit er nou mijn schoot? It will suffice. Head that way, back towards the lava. Oké. I like your collection. Ah nee, ze zit niet. Hobby. Eigenlijk zou zij er nou uit moeten donderen, maar oké. Who is she? Oh, that's my wife, Grace. I don't know, I'm okay. It's pretty much job one right now. She's so beautiful. I didn't realize you had a wife. 10 years and counting. Had a baby boy a year ago. God, it's been a year. And you left her to come here. I came here for her. Her and Hank. Hank, serieus, dat je kind, Hank. Oh my god. Hank. Weet je, baby, hey Hank. Ik vind Myra een stuk interessanter dan Grace, of hoe zijn vrouw ook heet. To be honest. Straks is het hier beneden 12 dagen en boven 12 jaar of zo en is er geen zak meer. Dat zou ook vet zijn. Dat het gewoon rare time shit hier zit. Jim, I know you are a man of honor and great loyalty. Uh-huh. So it pains me to ask this of you. But you must not tell the men of Nevik about us. You must not tell anyone we're here. Are you serious? How am I supposed to make a place for your people if nobody knows you exist? You don't know the risks I have taken just in trusting you. I can see your nature, but Nevik, if the corporation learns their lost colony had survivors, after all the pains they took to keep it secret, they would start asking questions, demanding answers. And sooner or later, they will come to take what they think is theirs.
Look, I know not everybody has the nicest things to say about Nevek, but Braddock's a good man. I trust him. You do? And he trusts you? I think he does. Then, why did he lie to you about the First Colony? Oh. I'm gonna have to ask him about that. Until you know? Until you would stake the lives of your family on his loyalties? I ask only that you do not stake the lives of mine. Not fair, fair, fair tree. Ze schudt ook mooi heen en weer, zeg. Dat is wel realistisch. Je zit hier fucking heen en weer te schudden als een malle. Dus het is wel logisch dat... serieus hiervoor? Een brug. Dat staat hier achter verstopt. Oké. Wat een aparte bruggate ding is. Head to the hangar. Shackleton's Peak. Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Nee, ik vind het jammer. Ik kan niet naar boven. Ik vind het beneden veel gezelliger. Veel leuker, veel vriendelijker volk en ik weet niet. Gewoon beter. C4 explosives for the win. For the win, you serious? For the win. Maar we kunnen altijd nog terug naar haar, dat is wat joh. Naar de kolonie, maar. Ook naar haar voor die purifier, zeg maar. Okay. This looks familiar. Uh-huh. It sure does. Straks is ook coronas een rotering, dat zou leuk zijn. Nope. And yes, I realize you can't answer me. Just answer me, okay? Yeah. Will do. En die met Henk en het lopen hebben we inderdaad gemist. Volgens mij. Tenminste, ik kan mij niet herinneren dat ik die heb gehad. Dit is zo langzaam. Het duurt echt zo lang. Boom, 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 boom. Ongeveer het tempo wat wij lopen. Er is zelfs gewoon een soort van zon hier. Wauw. Het ziet er best wel mooi uit aan de ene kant ook. Maar toch vind ik het beneden gezelliger. Maar hierboven, dan meen ik serieus. Beneden is gezelliger. Die lui zijn gewoon normaler. Ik weet niet. Bovenstammen van die scientists en die anderen. Die strakke pakmannetjes en die kakkers en die. Ja, weet ik niet. Vind het gewoon minder leuk. En ja, terug naar beneden. Oh, for fuck's sake, zijn we bij die open plek weer. Worden weer aangevallen door die fucking dingen natuurlijk. Zoals elke keer. Wauw, valt mee. Het is een wonder, we worden een keer niet aangevallen hier. Het zou wel vet zijn als Coronas nou in de fik stond. Dat zou ik wel leuk vinden, want dan is er iets gebeurd dat wij niet weten. Loop! What the fuck? Gaan wij niet meer lopen, what the hell? Hij gaf het op. Wat goed is met daar rush nou van alles doen. Zouden we ook al geen radiobereik meer hebben? Waar kan ik travel met mission? Ben ik verkeerd kant van? Waar moet ik heen? Ah. Mayday, mayday,
Ah, mooi. Ah. Duurde even. En toen kregen we opeens een video. Vandaar dat we niet konden travelen. Ah, ik merk het. Fucked up, ze hebben wel last van veel vluchten. Oh wow, dat is ook iemand blij om mij te zien. Wie de fuck is dat? Die zo blij kick hem in die ass. Staf, kut hier. Nog meer? Hebben ze nu allemaal? Nee. Waar de fuck is La Roche? Hey, anybody? Can I get some love down here? There's like an A-Trick convention gathering in my head. Sit down here, be right there. You're back! That's awesome! Oh, iedereen is wel heel blij om mij te zien, of niet dan? Hoe de fuck moet ik bij hem komen dan? Ze gaan ook sowieso vragen hoe de fuck ik aan die crossbow kom trouwens. Staaf, kut hier. Kom hier. Kom maar zo. Hier jongens, neem de rig maar even over. 1 van jullie 2. Ga aan de kant jongen, landbal. Ja, ja, I know. Kom eraan. On my way. Call him, call him. Geen ben ik. Maar ze gaan sowieso vragen hoe kan die fucking crossbow komen, die pig. Oh, wat. Ah, hier zijn wij. Dat ik tenminste waar wij zijn. Hè. Hier zijn die twee broertjes. Twee Russische niet goed in een koppla. Maar moet ik echt via een verplichte route natuurlijk. En volgens mij had ik het ook al een keer voorspeld dat we die basic keer moesten gaan defenden. Nou, bij deze. Soort van defenden. We moeten ze meer aanvallen eigenlijk. Bring it, Acrid. Bam, hoeveel Acrid is hier van niet. What the fuck, wij zijn 14 dagen weg en de hele hel breekt los hier. Fuck, heel probleem. My favorite customer is alive. I'm just in time for the party. Here they come. Show me what you got. Krijg ik kogels van je? Gaat dus iets anders. Shooting there. I knew you had skills. Okay, I'm going. I can handle myself here. You sure? Audio log. The president and his opposition allies pulled out of a national unity government today due to. See you later, Jim. Yeah, later. Laat de police de monster mij niet volgen. Oh, kill. Was hij nou zo'n robot dan? Oh my god. Klein kind dat het ook is. Boss nog wel. Donderop, vuile vieze Franse hoer. Hoeveel van die kringen komen er nog?
like that's the last of them. Mooi. Jim, we need you back on the main deck. More bogeys on approach. On my way. Alright, on my way. Kan ik je shop gebruiken? Shop. What if they come back? Don't worry, Pratik. Run. Waar de fuck is de koordeman? Waar de fuck is die deur heen gegaan? Is dit een pik trouwens? Ja. Die hebben we nog helemaal niet gebruikt, dat ding niet. Ik heb de hele piggy nog niet gebruikt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat piggy doet. Dat is meer Jimmy achter trouwens, of zo van Jimmy! Jimmy! Zoiets als het. Ja, zo'n manier eigenlijk ook. Maar. What the fuck zijn dat? Ah, dat zijn die kutdingen. Never mind. Ik weet wel wat het zijn. Ah, nice. Piggy! Maar ik heb hier wel een goed plan voor. Oh, for fuck's sake. Ze hebben mijn ding kapot gemaakt. Ik hou mijn rig namelijk. Ik denk, we gaan in de rig. Dan komt het helemaal goed, maar ik kan niet in de rig. Spijtig genoeg. Dat was echt het eerste plan wat ik had, de rig in. Piggy werkt wel op zich, maar ik vind de assault rifle fijner. Waar de fuck zit de kring? Dat grint helemaal. Dat ik hem hit is al echt een wonder. Vind ik zelf. James, this is Roman. Do you read me? Is it true you're here at Corona's? Doc? What are you doing back here? I heard the same distress call you did, no doubt. Been trying to find out what's causing this frenzy, and I think the answer's in Kenny's lab. But we need more firepower to punch through. Roger that. I'm in. All right. On my way, nadat ik shit op heb gepakt. Energy. Dan moeten we die kant weer op, ja. Wee. Gaat rollen sneller dan lopen? Ik heb geen idee eigenlijk. Aan de ene kant, aan de andere kant niet volgens mij, ik weet niet. Het is een beetje een moeilijke keuze. Maar wij moeten naar het lab toe. Bij Kenner. Oh my god, they killed Kenny. Oeh, dat zou wel leuk zijn als het zo meteen gebeurt. Dat zou grappig zijn. Daaf jongens. Ah, laat maar even met rust. Ik kan alleen maar die ammo oppakken, denk ik. Weg! Ga weg! Dood! Zo van een kutvolk hier. Ga weg! What the fuck? Ze komen allemaal af op die Dr. Kovacs en rotzooi. Die was aan het wegrennen. Die was bang. Ja, dat vraagt mij ook af. Wanneer stopt het in vredesnaam? Fuck. Zoveel van die kringen hier. Ja, ja. Daar ben ik mee bezig, denk ik. God damn it. Ik ben geen vakantie aan het vieren of zo hier. Kom al, zo hard als ik kan. Naar Kenny toe. Ah, is iedereen hier dood? Mooi, kan ik nou eindelijk fucking ammo pakken? Draai rond. Ammo, dank u. En aangezien het even rustig is. Goddank.
Nog een keer tijd werd. Gaan we verder in de volgende part. Dan gaan we verder naar Kenny's lab toe. Dus dan zie ik je weer. Als je het leuk vond, geef natuurlijk een dikke thumbs up. Deel een beetje vrienden en zet hem in je favorieten. Dan zie ik je weer in de volgende video. Laters.